wijze voer sta. Dat hou ik erin, hè? Wat? Dat je dat nu zegt? Ja. Nou, we staan even stil bij mijn benzinepomp. We komen net bij mijn schoonouders vandaan. Daar hebben we gegeten en we zijn 's middags nog een beetje in de stad in geweest. Dat hebben we niet gefilmd, omdat het gewoon onwijs druk was. Dus, nou, vind je. Dus nu gaan we weer echt aan boord. We zijn rond 10 uur zijn we aan boord. En dan ploffen we nog eventjes op de bank. En dan gaan we daarna slapen. En wat we morgen gaan doen, weten we allebei nog niet. Dus... dat zien we dan wel weer. Dus voor vandaag, voor zaterdag, sluit ik deze vlog nu af. En tot morgen. Nog een keer. Goedemorgen. Moet je eens even wat ik dacht het is. Het is vandaag zondag. En? Dan is het rozijntjesdag. Ik vergat mijn rozijntjes te filmen. Ga naar een vuist zoeken. Ik heb maar één overtocht. Helaas kan ik niet meer. Ik wil eens van je leren. Je hebt mooi verruimd. Wat hebben we gedaan? Niks. Helemaal niks. Hoe is hij gemaakt? Nou, nou. Jij, ja. Jij? Jij. Jij. Jij was de vervelende van ons twee. Jij. Jij. We zijn goed vastgehouden. Gedaan. Een hele goede zondagavond, bijna, het is 6 uur. En we vinden ze aan het piepen heel erg, als je hoort. Want we zijn van plan om nu naar Heerenstam te gaan. Het zat eigenlijk, was het niet de planning, maar mijn moeder belde op. En die vroeg of wij nu al naar Heerenstam konden komen, want dan kunnen we morgen ook kerst ontbijten bij ze. Dus dat gaan we doen. Dus Finn denkt dat we hem niet meenemen, maar natuurlijk nemen we hem wel mee. En ik zal even laten zien wat ik aan heb snel. Mijn jas, een vestje en dit topje. Die heb ik nieuw van de Shoei. Mijn spijkerbroek en mijn nieuwe laarsjes met een hakje. En dan staan daar al onze spulletjes die we meenemen voor eerste kerstdag, tweede kerstdag en derde kerstdag. Maar derde kerstdag gaan we weer naar boord toe. Dan slapen we tweede kerstdag bij Klaas' ouders. Derde kerstdag gaat er snel Jelmer op. En dan gaan we naar boord toe en dan gaan we nog even een stukje varen. En dan hebben we weer vrij voor oud en nieuw. Dus ik heb niet heel veel gevlogd dit weekend. En ik hoop dat ik morgen wel iets meer vlog van de eerste kerstdag. Tweede kerstdag zal ik niet heel veel filmen, want dat is bij mijn schoonouders. En ja, ik zit gewoon echt met privacy. En ja, niet iedereen vindt het prettig om op film op YouTube te staan. Dus kan ik niet zo heel veel filmen. Maar ik probeer gewoon een beetje wat achter elkaar te plakken. Dat je wel een beetje een idee krijgt van hoe wij kerst hebben gevierd. Een hele goede morgen. Het is maandag 25 december. Het is kerst. En ik neem je vandaag mee met kerst bij mijn ouders. Ik heb me al eventjes aangekleed en ik heb een spijkerjakje aan van de H&M. En dan dit glitterjurkje en een panty. En dat is dus wat ik vandaag aan heb. Ik heb mijn haar een beetje gekruld, vastgedaan, opgemaakt. En Klaas is nu eventjes aan het douchen. Die gaat zich ook eventjes aankleden. En dan ga ik nu ondertussen eventjes mijn weekvlog editen beneden. Want ik had mijn laptop meegenomen. Dus dat heb ik dus nu mooi even tijd voor om dat te doen. En dan zullen zo meteen mijn opa en oma er zijn. En dan gaan we met heel het gezin en mijn opa en oma lekker eten. Dus we nemen jullie mee. Ik zal niet veel praten in deze vlog. Maar ik laat gewoon een paar sfeerbeelden hierna zien.